bijzondere is dat we in het station 2,2 miljoen bakstenen gebruiken in 9 verschillende kleuren. En dat is logistiek een uitdaging om te zorgen dat de juiste steen op de juiste plekken terecht komt. Het is een mooi project, een groot project. En heel indrukwekkend, moet ik wel zeggen. Ja. Het gaat hard, hè, met de bouw? Het gaat ontzettend hard, ja. Schiet als een paddenstoel de grond uit, mag ik wel zeggen. We zien het groeien. Ja, ik woon hier in de straat, dus het is echt in mijn voortuin, zeg maar. Dus ik heb echt vanaf het allereerste begin gewoon elke stap gezien. En dat is wel echt, de ene week zie je niks en de volgende week is het ineens drie keer zoveel, zeg maar. Dat, ja, het is echt indrukwekkend. De omvang van het project maakt het heel uitdagend. En dat zeker in een situatie waarbij de treinen blijven rijden, dus we werken met de winkel open. Het bijzondere aan het station van Breda is dat straks alles in één gebouw zit. Dus reizen, wonen, winkelen en werken. Maar zelfs parkeren boven het spoordek met de auto wordt in de toekomst mogelijk. Wat dat betreft krijgt Breda echt een gebouw wat een visitekaartje wordt voor deze stad. Het intree van een stad is altijd heel belangrijk, vind ik. Dat is de eerste indruk die een stad heeft. En als ze met de trein hier naartoe gaan en ze stappen uit en ze zien het station wat er in de toekomst hier komt te staan, dan vind ik het echt een hele vooruitgang.